Dit is kasteel Amerongen. Er staat hier al 700 jaar een kasteel, maar dit kasteel is gebouwd in 1674, omdat het oude kasteel in 1672 door de Fransen was verwoest. En nu is dit een prachtig museum met een rijke geschiedenis. Hey, wat een prachtige ruimte. En is dat niet Wilhelm II daar? Met dat vogeltje op zijn hoofd. Tja, het bed. Dit bed symboliseert een beetje de geschiedenis die door dit kasteel getrokken is. De wereldgeschiedenis die, zij het op twee verschillende momenten hier, heel even aanwezig is geweest. Want de laatste graaf van Amerongen, van Aldenburg-Bentinck, heeft notarieel laten vastleggen. U ziet hier een fotocopie van de akte. Een akte met een foto, gezegeld. Daarin staat dat in dit bed Lodewijk XIV de nacht heeft doorgebracht. En ook Wilhelm II de nacht heeft doorgebracht. Dus tweemaal hebben de meest dominante personen op het Europees toneel, al was het voor de keizer al wel zo'n beetje voorbij, in dit bed geslapen. En dan niet te missen, een werkelijk gigantische po. Ik denk niet dat Lodewijk XIV die po gebruikt heeft. Daar ziet hij eigenlijk niet naar uit. Wilhelm, dat is mogelijk. U ziet, het is een enorm grote po, zodat hij in principe de hele nacht mee kon. Maar wat een bed. Het ziet er wel heel krakkemikker uit, moet ik zeggen. Hoog bezoek dus. Wilhelm II, Lodewijk XIV, maar ook in de loop der geschiedenis Frederik Hendrik, de koningsstadhouder. Willem III, koningin Wilhelmina. Beatrix is er ook wel eens geweest. Maxima zal nog wel komen. Tussen haakjes overigens, daar linksboven, Philippotta Raasfeldt. Ooit, naar men zei, in de late 17e eeuw, de knapste vrouw van Europa. En het zal geen toeval zijn dat onze cameraman ook Raasfeldt heet. En hier, Wilhelm II. Toen hij hier was, dus onmiddellijk na het eind van de Eerste Wereldoorlog, toen was hij nog even keizer van Duitsland. Want hij heeft hier, in dit kasteel Amerongen, afstand gedaan van de keizerlijke troon. Wie was keizer Wilhelm II? Bij de geboorte, een tangverlossing, was zijn linkerarm beschadigd geraakt. En hij kon dat armpje, want dat was wat er van over was gebleven, eigenlijk niet goed gebruiken. En zijn hele leven heeft hij dat overgecompenseerd, zou je kunnen zeggen. Het was een ijdele, opvliegende man. Hij was ook officieel de leider van het Duitse leger wat aan de Eerste Wereldoorlog begon. En dat heeft hem natuurlijk ook uiteindelijk, omdat dat allemaal zo slecht afliep, niet populairder gemaakt. En de geallieerden beschouwden hem als een oorlogsmisdadiger aan het eind van de Eerste Wereldoorlog en hadden hem eigenlijk willen berechten. Maar hij vroeg dus asiel in Nederland en dat kreeg hij ook. Hoe kwam Wilhelm II in hemelsnaam in Amerongen terecht? Dat lag aan het feit dat de bewoner van dit kasteel, graaf Bentinck, we zien hem daar,
met dat grote zwarte kruis op de borst en die deftige snor die een klein beetje doet denken aan de snor van Wilhelm II die we daaronder zien. Omdat graaf Benting en Wilhelm II elkaar kenden. Ze waren namelijk allebei lid van de Duitse orde. Een deftige, religieuze ridderorde. En die ridders die moesten elkaar bijstaan in duistere tijden. En zodoende dacht Benting, dan ben ik eigenlijk moreel verplicht om die keizer hier in mijn kasteel onderdak te geven. Wat een prachtig uitzicht. De keizer arriveerde hier met liefst 12 man personeel. En die werden ondergebracht in het plaatselijke hotel. U moet zich voorstellen, Amerongen, een stil dorp en dan plotseling onderwerp, centraal punt van het wereldnieuws. Want de keizer was nog steeds keizer. En de belangstelling van de pers was zo gigantisch groot dat sommige journalisten zich in hooiwagens verstopten om een plaatje van de keizer te kunnen schieten. En het gerucht gaat dat een journalist van de Telegraaf ook toen al zich als butler had vermomd om in contact met de keizer te komen. Al gehad over die telegraafjournalist die zich als butler had vermomd. Maar het belangrijkste personeelslid van de keizer was zijn persoonlijke adjudant, Sigurd von Ilseman, die hem trouw was gebleven onder hele moeilijke omstandigheden. En die von Ilseman raakte verliefd op de dochter van graaf Benting, Elisabeth Benting. En straks ga ik een gesprekje voeren met de kleindochter van die von Ilseman, hier in de Bentinckkamer. Dit zijn de persoonlijke vertrekken van de familie. Daar is ook centrale verwarming, waar ze een enkele maal nog wel gebruik van maken. Dag. Dag, meneer Van Rossum. Maarten Van Rossum. Ja, ik heb begrepen dat u een van de laatste bewoners bent geweest van dit prachtige kasteel. Ja. U heeft ook een groot aantal foto's meegebracht. Misschien kunnen we daar ook nog even naar kijken. Aangezien we het over mijn grootvader hebben en de keizer, is misschien dit interessant. Dat is een schilderij uit 1918 in Frankrijk. En het laat zien de keizer en mijn grootvader. En mijn grootvader moest dagelijks hem repeteren hoe de situatie in de oorlog was. En dat is een cadeau voor zijn huwelijk geweest. En dit is? Dat is een foto van de verloving van mijn grootmoeder met mijn grootvader. En ja, dat is een foto van de keizer. Dat is vlak na zijn aankomst. Want die keizer die wist toen nog niet zeker of dat die asielaanvraag in Nederland ook aanvaard zou worden. Nee, het was. Dus hij had eventueel uitgeleverd kunnen worden. Ja. Het was een angstige tijd voor hem, die anderhalf jaar. En de hele tijd waren ze daarmee bezig. Er werd streng bewaakt. En het was zeker heel erg onzeker wat met hem zou gebeuren. En er zijn van de meest krankzinnige plannen ook geweest om misschien te vluchten. Dus men probeerde uit die situatie te komen. Ik wil toch even gaan zitten. Ik kijk steeds met het grootste genoegen naar buiten eigenlijk. Hier. Ja. Het is prachtig. Hoe werd er later gepraat over dat toch vrij wonderlijke feit dat de Duitse keizer hier 2 jaar gewoond heeft? In eerste instantie was het natuurlijk toch een historisch gebeurtenis in die tijd. En dat is zeker mijn grootouders heel erg bewust geweest, ook mijn overgrootvader. En ik denk dat mijn familie toch ook trots was dat ze gastheer voor de Duitse keizer in die moeilijke tijd konden zijn. Voor hun betekende dat in die tijd wel anderhalf jaar totaal eigenlijk geen privé familieleven. Er werd elke avond met de keizer in de eetkamer gegeten.
En 's avonds tot 11 gesproken en daarna was dan eigenlijk pas tijd voor privégesprekken 's avonds. Ik begreep dat de keizer dan eigenlijk voortdurend het woord voerde. Ja, hij was gewend om het woord te hebben en dus ook hier. En hij praatte heel graag over alles. Een verhaal en nog een keer. Heel vaak dezelfde verhalen, denk ik. Dus het betekent enorm veel discipline en beleefdheid. En ik weet zeker van mijn overgrootvader dat hij dat perfect kon. Ik ga afscheid van u nemen en ik ga nog even naar de eetkamer toe. Is goed. Dag. Dag. Over Wilhelm zijn natuurlijk tal van anekdotes bekend. En een van die anekdotes begint hier in de eetzaal. Want avond in, avond uit werd er hier glorieus en langdurig gegeten. En de keizer die zat hier. En u begrijpt, het was een ijdele man. Hij hield lange, lange betogen, vaak veel te lang. En die ijdelheid speelde ook een rol bij dat misvormde armpje wat hij had. Hij zag niet graag dat andere mensen dat konden zien. En nu was het bij deze eetpartijen zo dat daarboven, achter die twee klapdeurtjes die u boven het goud ziet zitten, zal ik maar zeggen, daar zaten de muzici die de stemming erin moesten houden. En om nu deze anekdote te voltooien, gaan we even naar boven en gaan we even kijken hoe die muzici daar zaten. We zijn nog steeds op weg naar de ruimte waar de muzici zaten. En dat is interessant. In deze reusachtige ouderwetse gebouwen, deze kastelen, heb je ook altijd een complexe binnenruimte waar het allemaal iets minder mooi is en iets smaller. Want het personeel maakte alleen gebruik van de binnenruimtes. Dus die kwamen door een soort deurtje tevoorschijn. Ze schonken de thee in en dan verdwenen ze door hetzelfde deurtje weer in die complexe binnenruimte. Ja, de muzici moesten hier ook omhoog met de instrumenten. En dan kwamen ze hier dus. En nu ga ik even die deurtjes openmaken waar ik het al over had. En kijk, wat zien wij daar? De eettafel. En aan het hoofd van de eettafel zat Wilhelm II. En die vond het eigenlijk heel vervelend dat die muzici vanaf hier, want je kunt het prima zien, prima konden zien hoe die zat te handelen met dat armpje en hoe die met die rechterhand en dat speciale vorkje aan het eten was. En omdat hij dat niet graag had, liet hij hier een schilderij voorhangen. Want je kon de muzici nog wel horen, maar de muzici konden hem niet meer zien, dacht hij. Want wat hebben de muzici gedaan om het toch even te kunnen bekijken? Die hebben een klein gaatje in dat schilderij gemaakt. En dat schilderij, wat hem dus onttrok aan het gezicht van de muzici, naar hij dacht, dat is hier nog steeds. En we gaan nu even het gaatje bekijken. Hier hebben we dat schilderij. Als u nou goed kijkt, ziet u hier het gaatje, het voormalige gaatje, want het is gerepareerd. Je kunt er niet meer doorheen kijken. Wel nu, de keizer is hier als keizer binnengekomen, maar hij is niet als keizer vertrokken. Want hier in Amerongen heeft hij geabdiceerd. En daar is geen beeldmateriaal van, maar toch weten we heel zeker dat dat hier aan dit bureautje is gebeurd. Want kijk, ook dat bureautje is notarieel vastgelegd met zegelwerk. Hier is het gebeurd, hier heeft hij het keizerrijk als het ware weggegeven. Ik ga ook even zitten. Het is een hoogst ongelukkig laag stoeltje. Ik ben blij dat ik hier niet aan hoef te werken aan dit bureautje. Maar goed, hij hoefde alleen maar deze betrekkelijk korte verklaring te tekenen. En dat heeft hij gedaan met een zeer zwierige handtekening. Hij heeft zwierig afscheid genomen. Maar het moet hem heel erg zwaar zijn gevallen. Daar ben ik eigenlijk wel vrij zeker van.